Ik ben Paulo Boer, 33 jaar oud. Ik ben eigenaar en oprichter van Paulo Boer Personal Training. We hebben locaties in Groningen en in Veendam. Even een stukje geschiedenis over mezelf. Sinds ik 5 jaar oud ben, ben ik begonnen met judo. Heb ik tot mijn 15e gedaan, 15, 16. Rond mijn 16e ging ik bij Defensie. Bij Defensie hebben de jongens hebben mij mee naar kickboksen meegenomen. En eigenlijk ben ik daar nooit mee gestopt. En het kickboksen ging uiteindelijk later over in het MMA, vanaf mijn 22e. Want ik vond het toch geen complete sport. Ik wilde niet alleen slaan en schoppen, maar ik wilde net even wat verder gaan. En dat bracht het MMA. Daar kan je bij worstelen, daar kan je bij jiu-jitsu klemmetjes doen. Dus dat vond ik interessant. Dus vanaf mijn 22e ben ik overgegaan op het MMA. En dat is eigenlijk vlekkeloos gelopen. Ik had toen de tijd nog geen partij verloren. En toen ik 26, 27 werd, werd ik Nederlands kampioen. En uiteindelijk uitgenodigd bij het topteam te gaan vechten in Amerika. En zo is het eigenlijk begonnen. In 2015 werd ik Nederlands kampioen met mijn sport, met MMA. Toen had ik nog een vaste baan erbij. En toen ben ik gescout door een manager in Amerika van American Top Team. Die heeft me uitgenodigd om 3 maanden lang met de top van Amerika, met de UFC, mee te komen trainen. Echt, ik had een vaste baan destijds. Ik denk, hoe kan ik nog 3 maanden weg? Ik denk, maar ja, zo'n aanbod krijg ik nooit weer. Dus ik denk, nou, weet je, ik neem gewoon ontslag. Dus ik heb ontslag genomen, vaste baan weggedaan, leaseauto, maakt allemaal niet uit. En ik heb met mijn laatste geld, nog geleend van mijn moeder destijds, ben ik naar, heb ik een ticket gekocht, ben ik naar Amerika gevlogen. Heb ik 3 maanden lang in Miami, 3 keer per dag, 6 dagen in de week getraind met de toppers. Toen zagen ze wat in mij. Toen dachten ze, nou, die jongen moeten we hebben. Toen kreeg ik een managementcontract. Daarna met het managementcontract werd ik uitgenodigd door de UFC later. Toen ben ik naar Las Vegas gegaan, naar de Ultimate Fighter. Toen kwam ik al wel achter van, dat is heel mooi. Alleen bij de top verdien je miljoenen. En die subtop, die verdient helemaal niet zoveel. Die heeft gewoon een gemiddeld inkomen. Ik denk, ja, dat is allemaal leuk. Dan zet ik alles op alles om bij de UFC te komen. Maar als ik geen Conor McGregor ben, dan is het nog net niks. Toen dacht ik, oké, ik vind het wel vet. Ik heb alles opgezet, of ik heb mijn baan opgegeven, alles. En ik wil het wel doen. Maar ik wilde sowieso iets bij hebben, een onderneming. En ik wilde altijd voor mezelf beginnen. En ik geef mijn hele leven lang al les. Dus ik denk, ik ga gewoon mensen begeleiden, alleen dit keer betaald. Ik heb het altijd onbetaald gedaan, maar nu doe ik het betaald. Dus dan ben ik mijn personal training bedrijf begonnen. In februari of in mei gooide ik het online. Van, hey, ik ben Paulo Boer, ik geef personal training op het gebied van boksen. En vanaf dag 1 zaten we vol. En het is een succes gebleven. Later ben ik naar de UFC gegaan bij de Ultimate Fight. Ready. Ready. Let's fight. Paolo actually was very good at defending the choke. This guy can take choking. Ik heb helaas niet gewonnen, maar het was een geweldige ervaring. En dat gaf natuurlijk destijds ook een enorme boost. Terug in Nederland heb ik alle zinnen en al mijn wil gezet op het lesgeven en op het uitgroeien van het bedrijf. En het is sindsdien als een lopend vuurtje gegaan. Over het algemeen, de klanten die wij bedienen, hebben helemaal niks met vechtsport te maken. Wij trainen ondernemers. Wij trainen gewoon Jan Pieter arbeider. Wij trainen politieagenten. Wij trainen gewone moeders die thuis zitten. Het maakt allemaal niet uit. Alle lagen in de maatschappij die trainen we hier. Vaak ook hebben we hier klanten die willen graag fit worden of die willen afvallen. Die weten alleen niet hoe het moet. Ze weten alleen dat in een fitness dat saai is. Dus ze hebben niet hun eigen motivatie. Nou, dan zit ik hier aan tafel tijdens een intake. En dan heb ik over hetgene wat ze willen doen. Nou, ze hebben geen idee. Nou, dan zeg ik, de ene dag zijn we lekker bezig met kracht, met spieropbouw. Nee, dat moeten we in de gewichten hangen. Maar de andere keer, om het leuk te houden, dan voegen we smaken van de vechtsport toe. Bijvoorbeeld een boksles, lekker laagdrempelig. En dan leren ze boksen en dan schrikken ze. Oh, boksen, dat is eng, dat is gevaarlijk. Dan krijgen we stoten tegen het hoofd, dat willen we allemaal niet. Nee, dan leg ik uit hoe we het doen, dat het in een veilige setting is. Maar dat ze bij ons wel echt leren vechten. Dus niet gewoon simpelweg stom op een zak slaan. Maar gewoon, je leert echt stoten, je leert verdedigen. Heb je je dekking niet hoog, krijg je een tikje eroverheen. Dat doen we bij iedereen hetzelfde en uiteindelijk doen ze het. En dan komen ze erachter, het is verslavend. Dat vinden ze allemaal geweldig. Dus wat het hier uniek maakt, de ene keer zijn we bezig met boksen. Dan doen we weer echt krachttraining. We houden sporten leuk en niet alleen wetenschappelijk. Wat deze privéruimte, deze private premium sport facility inhoudt, is dat de klant hier gewoon in alle rust kan trainen. Het is hier niet groot,
Maar als je hier met één, maximaal twee klanten, twee trainers bezig bent, kan je in alle rust je ding doen. Zonder dat ze bekeken worden door andere klanten of normale toegangers van de sportschool. Wat mij voldoening geeft binnen dit bedrijf met de klanten is dat iemand komt hier binnen en die kan eigenlijk helemaal niks. Die vindt het gewoon echt een verschrikking om een sportschool binnen te stappen. Die vindt boxspot verschrikkelijk. Die vindt het verschrikkelijk om een gewicht aan te hangen. Weet ik veel wat. Die wordt al moe bijvoorbeeld als die persoon twee keer in de lucht springt. Nou ja, als je die dan helpt en je kijkt een half jaar verder wat die allemaal doet. Die bokst de sterren van de hemel. Die heeft een topconditie gekregen. Weet je, een persoon voelt zichzelf verzekerd. Dat hebben we eigenlijk constant. En dat geeft mij een bepaalde voldoening. Dus dat iemand hier als een klein, timide meisje, vrouw of man binnenkomt en gewoon zichzelf ontpopt tot een volwaardig zelfverzekerd persoon. Hoe gaan wij om mensen te pushen dat ze hun grens net wat proberen te verleggen? Ja, dat moet je aanvoelen. Hè? Dat stukje ervaring dat ik je net, wat ik net heb verteld, hè? Dat ik genoeg dingen heb gedaan bij de gevestigde van Defensie. Ja, dat is natuurlijk een bepaalde ervaring wat je meeneemt. Ik heb operaties gedaan in Irak, in Joegoslavië. Ik heb training gevolgd, ik ben getraind door korps commando troepen, daar ervaring op gedaan. Ja, dat doe je allemaal in een rugzak. En er komt een stukje versport bij, de ervaringen in Amerika. En dan krijg je gewoon levenservaring van. Ik denk dat je uiteindelijk aan moet voelen bij klanten hoe ver ze kunnen. En dat je daar nog steeds even een stukje overheen kan gaan. Een mens geeft heel snel op. Ja, dan heb je een bepaalde knop die je om moet zetten. En dat is een stukje overlevingsdrang. En het is aan ons om die knop op te zoeken en steeds een schakeltje verder te doen. Ja, hoe doe je dat? Je pusht je motiveert ze op het juiste moment. Ik zie vanzelf wanneer iemand verder kan of niet. Kijk, ga je met iemand in de gewichten hangen zwaar, dan je kan niet meer, dan houd het op. Techniek is daar belangrijk. Maar als je bezig bent met boksen, vechtsport en je werkt puur conditioneel, dan is het mentaal. En je gaat gewoon iemand verder pushen. Dus de een die wil afvallen, de ander wil sterker worden, de ander wil wat zelfverzekerder worden en leren vechten. Wij hebben hier de beste trainers op het gebied van alle facetten van de sport, of het niet is op kracht, vechtsport, MMA, fitness, maakt niet uit. En die krijgt volledige aandacht, één op één, met de begeleiding en de doelen die hij of zij wenst.